Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Ik ben uh, Berrie Steenbruggen en verzorg al fulltime yogalessen in Deventer voor ongeveer 35 jaar. En waar ik alleen nog maar voor ga is kwaliteit. Maar ik kan me heel goed begrijpen dat wanneer je nog nooit een yogales hebt gevolgd en je wilt graag toch op yoga hoe weet je dan wat kwaliteit is? Nou, voor mij en dat probeer ik nog steeds die kwaliteit te verhogen, is het toch wel nou ja, de bijscholingen die ik doe en dat deel ik ook met mijn cursisten. Elk jaar ga ik altijd naar India of naar Bali en die kennis van de goeroes en van de ashrams en van de yoga die je hoort in India, dat neem ik altijd weer mee. Naar de koekstad. Het tweede is natuurlijk kleine groepen. Grote groepen geven vaak een soort onrust. En bij een kleine groep dan, je kent elkaar allemaal, dan ontspan je toch wat eerder en je merkt toch dat je wat bewuster je lichaam voelt en wat sneller. Het tweede is dat het niet alleen die asanas zijn, want dat vind ik nog wel eens jammer, die yoga houdingen. Maar dat je in een yogales met kwaliteit dat er ook mudra's zijn. Dat zijn de handgebaren, waardoor de energie op een bepaalde manier stroomt. Of mantra's. Elke mantra heeft een betekenis. Vaak geef ik les met een thema. En bij dat thema, daar hoort dan een mantra bij. De mantra van de yoga is de Om Namaha Shivaya mantra. Die laat ik vaak horen in de ontspanning. Dan Kwaliteit is ook de pranayama, de ademhalingsoefeningen. Die horen ook bij een kwaliteitsyoga les. En dat er zo min mogelijk prikkels zijn van buitenaf. In India heb ik vaak les gehad van goeroes, waar zelfs de schilderijtjes van de muur moesten omdat het te veel prikkels gaf, te veel dingen waar je op lette. Buiten jezelf om. Dus vaak geef ik ook les met de ogen dicht. He? En dat jij ook lekker je ogen dicht doet. En dat je eens een uurtje vakantie hebt. Door alleen maar dat lichaam te voelen. Je bewust te zijn van de adem. Je gevoelens. En het denken. He? Dat is dat bekende hier en nu. En dan zie ik vaak al een schrapje op Facebook. Waar die goeroes zijn. En dat zijn toch wel de belangrijkste aspecten. Van een goede kwaliteits yogales. Nou ja, de ruimte dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dit is de ruimte van Epsen, het mooie kerkje waar ik elke maandag les geef. Maar zo geef ik overal op mooie plekken les in Deventer en omgeving. Ik zou zeggen, kom een keer of voor een proefles, of kijk eens op mijn site www.yogaberrydeventer.nl. Of stuur mij een mailtje naar info apenstaartje yoga Barry deventer en dan ben je welkom voor een gratis proefles. Namaste en welkom op de yogamat.